Marieke, was dat nou echt zo'n heilig getal, 6 miljard? Ja, dat is een heilig getal geworden, omdat het is afgesproken met Brussel. He, op een gegeven moment, dat tekort volgend jaar waar het allemaal om gaat, dat werd maar slechter en slechter en slechter. Ja, dan moet je de hele tijd hysterisch daar achteraan bezuinigen. Daar hebben we wel een beetje onze bekomst van. En toen heeft Dijsselbloem met Olly Rehn, de begrotingstsaar uit Brussel, afgesproken. 6 miljard, that's it. Dus als het slechter wordt, het tekort, als de prognoses erg worden, maakt niet uit, 6 miljard. Want anders wordt het te hysterisch. Waar ze een punt hebben hoor, want elke keer ergens achteraan bezuinigen, kleine sprokkelmaatregeltjes, je hebt er helemaal niks aan. Dat is afgesproken ook voor als het tekort beter wordt. He, dus als het meevalt, die 6 miljard, die staat. Die moet. En dat zie je, dat ze daar de laatste weken behoorlijk veel last van hebben, nu er wat betere berichten naar buiten komen. Ja, maar Dijsselbloem hield stand, daar hebben we een filmpje van, toch? Dijsselbloem verwoord even dat het moet. Ja, verwoord dat het moet, precies. En die 6 miljard, dat is nog voor u een harde randvoorwaarde. Ja, kijk, je kunt daar politiek inhoudelijk van alles van vinden. Maar dat heb ik nu maar even geparkeerd. De werkelijkheid is gewoon dat we in Europa natuurlijk over en weer begrotingsafspraken hebben gemaakt. Dat is niet voor niks. Dat was ook een aanleiding toe om elkaar daarop aan te spreken. Nederland heeft daar zelfs het voortouw in genomen om die budgetdiscipline aan te halen. En dit is het minimale wat wij moeten doen. Ja. Daar heb je hem. Het moet. Hij bevestigt jouw woorden. Ja. Ja, maar toen kwam er opeens goed economisch nieuws. Vrij vervelend. Het begon met het vervelend. Ja. Het begon met het CBS, die met een buitengewoon, ik heb het hier bij me, buitengewoon onschuldig persbericht kwam. Dat in 2013, de eerste helft van het jaar, hoor, vrees niet, tot de eerste helft van het jaar van 2013, het overheidstekort opeens 2,5% was. Hoera! Ver onder de Europese norm. Fantastisch. En dan moet je even kijken wat het kabinet gaat doen. Poonnieuws. Dikke meevallen vandaag van wel 3,8 miljard. Dus zitten we ineens ruim onder die 3% norm. En dat scheelt om een feestje. Joepie die poepie, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Met die mega meevaller van bijna 4 miljard. Ik dacht dat je bedoelde met mijn verjaardag. Ja, dat natuurlijk ook. Ja, dat is meevaller, dat we dat meemaken. Verjaardag? Ja. Meevallen van bijna 4 miljard, dat is ook lekker. Dan hoeven we even wat minder te bezuinigen. Dat is helaas een misverstand. En wat voor een geweldig nieuws van CBS. Onder de begrotingstekort, meevallen van 3,8 door dat 4G-netwerk. We kunnen eindelijk gaan uitgeven. Nou, was het maar waar. Huh? Zegt u nou? Zo simpel is het niet, maar... Gaat niet toch het feestje niet verpesten nu? Nou ja, ik ben graag realistisch. 3,8 zouden we kunnen uitgeven als dat het enige was wat van belang was. Begrotingstekort ver onder 3%. Ja, dat is het meest wonderlijke persbericht wat ik sinds lange tijd heb gezien. Wij zijn wel blij. YOLO, uitgeven. YOLO. Ja, heel goed. Alleen het is niet zo. Oh. Marieke, waarom doen ze dit? Waarom spelen ze dit zo down? Nou ja, en het was nog. Ze hebben echt ook het allerslechtste persbericht sinds tijden. En dat brave CBS, hè, dat zit in Heerlen. Daar zitten mensen zonder mening, die turven gewoon. Werd compleet de grond ingestampt door het kabinet. Terwijl ze, ja, gewoon simpelweg hadden kunnen uitleggen volgens mij. Dit gaat over het nu, hè, het verleden. En dat tekort waar ze van Brussel aan moet voldoen, gaat over 2014. En die voorspelling is niet veranderd. Dus het maakt allemaal niet uit. Het doet niet ter zake. Ja. Maar nee, het is echt onzin. Het CBS moet belachelijk gemaakt worden, want er moet direct elke suggestie van het tekort valt mee de kop ingedrukt worden. Want ja, de afspraak met Olly, die staat. Dat is de reden waarom ze onmiddellijk alles van zich werpen. Ja. Alleen die afspraak met Rehn. En op vrij brute wijze, vind ik. Maar er kwam nog meer groen waas. Ja. Over meer die afspraak. Goed economisch nieuws. Ja. Ja. Daar hebben we ook een filmpje van, hè? De directeur van de Nederlandse Bank. Hoewel de harde cijfers er nog niet zijn, zegt mijn gevoel me dat we op dit moment al uit de recessie zijn. En dat we dus aan de vooravond staan van een periode van economisch herstel. Ja. Nou. Je zou zeggen, Mark Rutte viert feest, want hij zei, en het herinneren ons allemaal, de groene waas in, wat was het, april, mei, toen het sociaal akkoord werd gesloten, ja. Wij moesten het CPB gaan verslaan, auto's kopen mensen. Nog een filmpje van. Even nog genieten. Maar als we nou als land eens een keer besluiten om die deken van negativisme weg te trekken, met elkaar te besluiten
om wel, die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer die nieuwe auto kopen. We zijn inmiddels uit het huis aan het groeien, want het aantal kinderen is toegenomen. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Dan kunnen we met elkaar dat Centraal Planbureau verslaan. En nou komt de crux. Als nou blijkt, richting Prinsjesdag, dat we die 3% dan niet halen, dan moeten we natuurlijk extra maatregelen nemen. Dat spreekt voor zich. Maar ik vind dat we dit nou eens een kans moeten geven met elkaar. Echt met elkaar moeten zeggen als land, laten we die handshake doen. Wij als sociale partners en kabinet de samenleving en het vertrouwen herstellen. Laten we optimistisch zijn en niet zo narrig doen. Laten we het CPB verslaan. En wat blijkt nu? Klaas Knot zegt het zelf. En dat is de strengste van allemaal, hoor. Dus als hij het zegt, is het echt waar. Ik heb het gevoel dat de recessie voorbij is. En wat is daarop afgelopen maandag was het? Maandag. De reactie van Rutte? Dat is echt schitterend. Meneer Rutte, deelt u het optimisme van de heer Knot? Kijk, de heer Knot kan natuurlijk heel goed zien wat er in de economie gebeurt. Tegelijkertijd denk ik dat we moeten oppassen dat we de voorzichtige positieve signalen van de laatste weken dat we die overdrijven. Er moet nog heel veel gebeuren. Ik ben bang dat die 6 miljard ter discussie komt te staan als iedereen positief wordt. Of is dat te cynisch? Nee, dat heeft er niets mee te maken. En hij zei zelfs, schijnt on the side klein bier, dat die DNB en wat ze allemaal beweren. Dus klein bier, zei hij. Klein bier. En dit is echt... Dit is nou hoe politici de economie spinnen. En economen hebben de afgelopen jaren heel veel kritiek gehad. En volkomen terecht, dat is ook prima. Maar de politiek maakt ook wel een beetje misbruik van de economen. Ik hoorde er hier net nog eentje. Ja, dus, sorry, nu verpest ik mijn kansen misschien. Maar alle economen vinden dat de 6 miljard bezuinigingen desastreus zijn. Met dit geschraap en sprokkelwerk en de stamrecht BV-uitkeringen naar voren halen van 2 miljard maakt helemaal niks uit voor die economie. Echt. Dus morgen niet mailen, toch even bij elkaar komen, maar, lijkt mij, stel ik even voor. Marieke nog even, Marieke, waarom, want iedereen dacht, ik stond daar toevallig bij toen dit interview gebeurde. En toen dacht, jeetje, Rut, waarom hels je het niet? Ja. Al die woorden van je die je in het voorjaar riep, waar iedereen gillend van de lach overheen rolde, komen nu uit. Wat denk je erachter zit? Daar zit achter die afspraak met Olly 6 nog miljard. Steeds. En achter de afspraak met Olly van 6 miljard zit dat Nederland met Rutte heeft in de Financial Times, met toen was het Jan Kees de Jager nog, de minister van Financiën toen, een brief geschreven dat in Europa gewoon eens netjes iedereen zich aan de tekorten moest houden en anders gewoon sancties of uit de euro, weg ermee. Ja, dat Nederland heeft heel Brussel mond zit gehad. Er klaar voor dat dat Nederland faalt bij zijn eigen afspraken. Geweldig. Wij zijn de eerste die een boete krijgen als die ooit wordt uitgedeeld. Zo gaan dus de politici om met de economen. Ja.